Haarlanden Voetbal Midweeks, een programma met gasten uit het regionale voetbalwereldje. Dit keer op de bank te gast René Makkar en Wim Post. En onze sidekick is Hans Vollaar. We gaan uitgebreid praten over de komende reunie van de voetbalvereniging Vios. Ja, ze hadden op 1 juni 110 jaar bestaan. Dat alles dadelijk na de reclame. Blijf kijken dus. Restaurant en partycentrum Puur aan de Vliet. Reserveer en geniet. Puuraandevliet.nl met dubbel R. Bolman Cleaning Services. De partner voor een schone werkomgeving. Glasbewassing, gevelreiniging, specialistische reiniging en totaalschoonmaak. Klantgerichte en persoonlijke benadering zijn kenmerken van ons bedrijf. Bolman Cleaning Services. Freekick Sport, de grootste voetbalspecialist van Nederland. Bezoek onze webshop of kom gezellig langs in onze winkel op de Saffronin Lohmanplein 45A in Den Haag. Volop parkeergelegenheid. Bibu Den Haag, een gerenommeerd autoschadeherstelbedrijf. Alles wat met de auto te maken heeft, kunnen wij voor u repareren. Wekelijks worden bijna 50 auto's vakkundig gerepareerd met liefst 7 jaar garantie. Autoschadeherstel Bibu Den Haag. Meer dan alleen schadeherstel. Het Wapen van Zoetermeer. Voor elke gelegenheid een unieke locatie. Kijk voor meer informatie op hetwapenvanzoetermeer.nl. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Midweeks, een programma met gasten uit het regionale voetbalwereldje. Te gast dit keer René Makkar en Wim Post. En onze sidekick is Hans Vollaar. En dat heeft alles te maken met de komende reunie van de voetbalvereniging Vios. Bestaat niet meer, maar 1 juni dan gaan we herinneren dat de club eigenlijk 110 jaar zou hebben bestaan. We gaan praten met twee mensen die een geschiedenis hebben bij de club. Wim, met jou eens te beginnen. Want ja, Vios is bij jou natuurlijk heel lang blijven hangen. Want jij moest kiezen. Je woonde op de Erasmusweg. Ja, ik woonde precies tussen Celeritas en Vios in. Dus ja. Als je bij ons op de Erasmusweg het portiek uitloopt, je gaat naar links, kom je bij Celeritas. Ga je naar rechts, kom je bij Vios. Maar in mijn portiek en het portiek daarnaast, Wim Smink, Celeritas, mannen. En zijn vader was ook in het bestuur van Celeritas. Dus iedereen ging daar naartoe, ik ook. Maar toen kwam ik op de middelbare school. En ja, vriendjes als Ronnie te Sla en Harm Prins, die voetbalden toen bij Vios. En toen dacht ik van ja, dat vind ik toch ook wel heel erg leuk. En toen kwam ik dus bij Vios. Bij Vios terug, ja. Mario van Ende zat op dezelfde school. Ja, Mario, we zijn Snoek Henkelman school. Misschien wel de leukste school van Nederland. Omdat ja, het was een hele vrije school eigenlijk. Dus ja, wij voetbalden meer dan dat we naar de les gingen. Hè. Ja. En dan, ja. En Johnny Knoppert van die Hagen, zijn zoon, kwam later bij Ajax. Hè. En, dat was, en Mario, hè, altijd die techniek, hè, die Mario. Die was toen al een beetje scheidsrechter. Ja. Maar dat was natuurlijk één groot feest. Dus op school leefde dat voetballen heel erg. Ja. En dat bracht jou uiteindelijk ook bij Vios. En dat is eigenlijk één grote familie waar je in terecht komt. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Als je zo'n jongen van een jaar of, wat was ik, 14, 15 bent en je komt dan bij Vios. Ja, dat is natuurlijk uniek. Het is natuurlijk eigenlijk ook een schande dat die club niet meer bestaat. Daarom is 110 jaar. Eigenlijk moet je ieder jaar een reunie hebben. Nou, dat kan natuurlijk niet. Maar eigenlijk heel logisch dat je het in ieder geval herhaalt. Zeker weten. Nou, René, we hebben het natuurlijk over een vereniging met een familiegevoel. Jij woonde in de Koevoordestraat. Ja, dichtstbij om daarheen te gaan was in feite ook Vios. Dus die keuze was niet zo moeilijk, denk ik, hè? Nee, helemaal niet moeilijk. En trouwens, ik woonde tegenover jou in die tijd. En ik ben in 1968 lid geworden en nooit een talent geweest eigenlijk. Ik denk dat ik andere kwaliteiten had. Ik heb me vergist. Jij wel, hoor. Ja. Maar ik helemaal niet. En toen ik acht was, werk
was de training op veld 4. Want we, die Hagen. Van groen-wit, hè? Ja, ja. En volgens mij was jij ook trainer. Ik speelde in Pupille 7, heette dat toen nog. En ik heb één seizoen gevoetbald en daarna dachten ze, laten we die man maar keeper maken, want dat wordt niks. Nee, daar komen we dadelijk wel even verder op terug. Maar laten we zeggen, Fios, als we praten over familieclub, voor jou natuurlijk een hele belangrijke club geweest. Dat had natuurlijk ook heel veel te maken met op een gegeven moment, op jonge leeftijd, persoonlijke situatie. Nou, dat is ook zo. En nu besef je dat nog veel meer dan vroeger natuurlijk. Hè? Nu je wat ouder bent, denk je van ja. Ik ben Fios eigenlijk nog steeds heel erg dankbaar. En dat komt natuurlijk dat mijn moeder heel jong overleed op 41-jarige leeftijd in 1979. Ja, en dan merk je dat Fios gevoel, dat mensen je gingen steunen en ook daarna zijn van, joh René, we nemen je mee. Ja, ik denk dat ik in die tijd, die jaren toch wel een arm over mijn schouder heb gekregen van heel veel leden. Ja. Maar het waren ook echt familieclubs. Hè? Ik bedoel, dat geldt voor heel veel clubs natuurlijk, maar bij Fios zeker ook. Want ja, als je toen 14, 15, 16 jaar was, televisie had je overdag niet, je had geen telefoontje, je had geen computers. Dus het hele weekend zat je op Fios. Door de week 's avonds trainen, hè? Daar speelde alles zich af. Ja. En je was natuurlijk nog een beetje onzeker. Je wist helemaal niet wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Of wie je partner eventueel zou worden. Wat voor werk je later ging doen. Of je misschien ging studeren. Dus alles draaide eigenlijk dan thuis. Hè, en als een voetbalclub. En daar heb je zoveel uren doorgebracht. En dat was het ook. Hè? Ja. Alleen voetbal, voetbal, voetbal. En nu zit iedereen met zijn telefoontje. Twee wedstrijden op een zaterdag. En trainen. En daarna lekker een broodje kroket in de kantine van Fios. Die zigeunersaus zal ik nooit vergeten. Nee, dat en dan kom je er ook niet echt, hè, natuurlijk. Als je dat... Maar goed praten over je voetbal. Je kwam daar bij Fios terecht. Bij een B-selectie. Je moet eerst een beetje getest worden natuurlijk. Ja, hè? Want we hadden best wel een grote jeugdafdeling. Even kijken waar die thuis hoort. B-selectie. Na de hand zelfs naar de A-selectie. Ja, kijk, weet je, dat was... Van de jeugd, hè? Ja, dat is nou ook zoiets aparts. Hè? Ik denk dat ieder jongetje, meisjes hadden we toen nog niet bij Fios, hè, die voetballen. Heeft toch zoiets van, stel je voor dat ik toch ontdekt word. Hè? Als je bij een selectie komt, al ben je dan misschien niet de allerbeste. Dan denk je toch, nou ja, zit al bij die selectie. Dus ja, nou ja, goed, het bleek toch al gauw dat ik wel wat te traag was en er ook te weinig voor deed. En we hadden eigenlijk, ik kwam net op het moment dat Fios een roemruchte geschiedenis, hè, jaren daarvoor, vanaf, nou ja, de jaren 20 in de vorige eeuw. Maar Fios zat net een beetje in een dal. En toen kwam de jeugd opeens opzetten, maar tegelijkertijd ook het eerste elftal, waar jij keeper was toen je van Feyenoord terugkwam, Ton. ADO. Of ADO, maar daarvoor toch ook nog Feyenoord. Feyenoord, toen, ja. En, nou ja, dan ga je helemaal met zo'n club mee. Hè? En dat is, ja, dat, en dan denk, kom je in zo'n selectie. En toen hadden we een trainer die eigenlijk een beetje de zaak wilde professionaliseren. André Valentijn, ook een hele goede voetballer bij Fios geweest. Zeker, ja. Maar ja, dan gaat het een beetje schuren. Want hij eiste van ons meer dan gewoonlijk. Want we moesten omhoog. En dan zei hij vrijdagavond in de bestuurskamer, als we de laatste wedstrijdbespreking hadden, zei hij, jongens, morgen... Hè, belangrijke wedstrijd, het was altijd een belangrijke wedstrijd volgens mij. Beetje op tijd naar bed. Nou, hij had het nog niet gezegd. We waren het terrein af en we zaten bij de Troubadour. Op de Engelolaan of Café Morgen stond op het Almeloplein. Dus dat begon een beetje te schuren en het was echt mijn schuld. Ik was denk ik dan toch een beetje vervelend. Maar op de training, dat vergeet ik ook nooit. Ja, hij stond op de middenstip bijna met een nieuw trainingspak. Dat vertelde hij ook, dat hij een nieuw trainingspak had. Of wij hadden het ook wel gezien natuurlijk. Ja, en het was eigenlijk wel, denk ik, per ongeluk. Ik gooide de bal en die kwam op die middenstip. En dat pak van die man, dat helemaal was het wit. Het kalkje. En ik moest natuurlijk gelijk van het veld af. Dus ik heb na afloop wel gezegd, ja, trainer, sorry, mijn fout. En dat had ik niet mogen doen natuurlijk. Maar ja, dat werd dus gewoon eigenlijk niks. En dus André Valentijn heeft een grote rol gespeeld om Fios met de jeugd beter te krijgen. Want vergis je niet, hè. We hadden zo'n beetje het beste jeugdaftal met GDS en Lens en Rijswijk en ADO natuurlijk zelf ook, van heel de Haagse regio. Hè? Dus dat ging wel heel erg goed, maar dan was ik toch vaak wisselspeler en op een gegeven moment kom je in A2 terecht. Nou ja, dan heb je zelf ook... Maar je zegt net, je was misschien een beetje te langzaam of wat dan ook. Je bent een soort Van Hanegem figuur. Kijk, Hans, dus met het jou. Lopen was niet aan jou besteed, nee. Maar je kon natuurlijk wel degelijk voetballen. Ik heb één geweldige wedstrijd gespeeld. Gek, dat herinner je dan. Op een dinsdagavond op veld 2. Tegen HDV. En ik strooide met passes, maakte een zweefduikdoelpunt. En
Geweldig. Alleen er stond helemaal niemand langs de lijn. En de volgende zaterdag was het weer mis. Ja. Kon ik er niet zoveel meer van. Maar dat je één keer zo'n wedstrijd hebt gespeeld, zegt toch eigenlijk voor jezelf wel van, nou, ik heb het wel een beetje gekund. Maar ja, toen kwam het internationale FIOS jeugdtoernooi. Ga ik het eigenlijk met jou over hebben? Ja. Ik wil met Hans er even over hebben, want jij hebt over de kwaliteit van de jeugd. Jij bent nu op een gegeven moment ook jeugdtrainer geweest bij FIOS. Ja, toen zat FIOS ook duidelijk in de lift kwalitatief. Ja, we zijn destijds, ik ben trainer van de A, B, C en D jeugd geweest. En een stapje steeds omhoog gemaakt. Maar op een gegeven moment gingen we FIOS met de A-jeugd voor het eerst regionaal voetballen, hoe dat destijds heette. Ja. En wat we zelfs bewerkstelligden, is dat we een uitnodiging kregen voor het internationaal jeugdtoernooi van ADO Den Haag. Dus daar sliepen wij tussen de, want er was een afzegger. En een week van tevoren zaten ze daar met de handen in het haar. En wij waren dermate goed genoeg dat we mee mochten doen met hun toernooi. Nou, en dat was nog een redelijk resultaat behaald. Ik geloof dat we nog zesde waren of zevende. Dat zijn ploegen als Chelsea die, dat waren de ploegen. Top, dat waren de echte topploegs die toen meededen. Nou, dan mochten wij als FIOS toen in de tijd meedoen. Ja, bij jou René, topper als voetballer heeft FIOS nooit in jou gehad. Hè? Jouw kwaliteiten lagen elders. Hè? Ja, absoluut. Maar je hebt absoluut. Wel met heel veel plezier wel gevoetbald. Dat zeker. Jarenlang de ster in het zevende of zo, wat was het? De zevende van de senioren, ja. En verder als A2-3, B2-3. Ja, dat we. Maar toen ging ik al wat voor de jeugd doen, hè, eigenlijk. Ja. Want, jeugdraad? Ja, ik moet je zeggen, in de jaren 70 waren natuurlijk wel hoogtijdagen. Want ik mag best wel chauvinistisch zijn door te zeggen, FIOS had misschien wel een van de beste jeugdbesturen in de jaren 70. Daar zat ik nog niet in, hoor, trouwens. Ik keek tegen die mensen op en toen kwam het moment dat René Mekaar werd gevraagd op 18-jarige leeftijd, je gaat naar het jeugdbestuur. Ja. Ik heb een paar nachten niet kunnen slapen. Dat is niet meer voor te stellen. Nee. Dat was zo'n eer grootheden als Tom Bijen, Rob Scheurs, Hans van Laan, Henk Brink, Willem Haffert. Ja, dat waren iconen. En waarom zeg ik dat ook, Tom? Omdat in die periode is het niet zo verbazingwekkend dat bijvoorbeeld een aantal FIOS'ers die in het jeugdbestuur zaten in de pupillencommissie van de Haagse Voerbond hebben gezeten. Ja. FIOS is ook een van de oprichters geweest, ik denk dat nog heel weinig mensen dat weten, van het mini-welpenvoetbal. En het mooie is, daar waren een heleboel psychologische rapporten toen over geschreven, of dat nou wel kan. Of wat goed was voor die kleintjes. Ja, of hele velden, dus, of niet hele velden, dat soort discussies. Ja. Dus ik vond dat wel een hele mooie stap, toen. Maar het was ook een tijd waarin een hele logische opbouw zat. Ja. Je had een jeugdraad, die kwam in het jeugdbestuur. Van het jeugdbestuur gingen mensen door naar het hoofdbestuur. Klopt. En dat was dus echt kader, hè? Ja. En ook bij iedere club heb je dat natuurlijk, dat er roostertjes gemaakt moeten worden. Wie staat er achter de bar? Maar ik heb de indruk dat bij FIOS er waren een aantal mensen. Die kwamen gewoon 's morgens om 7 uur en die gingen 's avonds om 11 uur op zaterdag weer weg of om 10 uur. Hè? Bedoel, en alles schoonmaken. Nou Hans, dat klopt toch? Nou klopt, het was met name mijn tante Hoppie. Ja. Die met consort met de Jan Spaans en familie Diederik allemaal een soort groepje vormde die zaterdag zondags altijd aanwezig waren. Ja. Maar je voelde gewoon dat familiegevoel, hè? Ik heb even een beetje de geschiedenis van FIOS zitten lezen. Ja, want dat is ook uiteraard allemaal voor mijn tijd. Jouw oom, Jan van Laar. De vader van Joke en Wim van Laar, die nu voorzitter bij ADO is. Die man die heeft vanaf eind jaren 20 tot midden jaren 50 gevoetbald in het eerste team van FIOS. En toen speelden ze echt wel hoog. Hè? Ook tegen Elinkwijk in Utrecht bijvoorbeeld. Het was toch geen betaald voetbal. Althans, grotendeels niet. Die man heeft 600 wedstrijden. In het eerste. En ook nog de sportiviteitsprijs vaak gewonnen. Dus dan denk ik, dat voel je dan als je binnen zo'n club of in zo'n club komt. De oudere garde, die werd heel erg gerespecteerd. Maar die gingen ook zelf door. Want die ome Jan van Laar, die ging dus ook als leider van het eerste elftal. Ja. Die namen ook allerlei andere functies weer op zich. En dan denk ik van dat is, dat dacht ik vroeger ook bij mijn eerste club Celeritas, maar ook dat zag je bij FIOS ook wel heel erg, want dat familiegevoel. Klopt. Maar weet je wat je dan hebt als je met dat soort figuren uiteindelijk op de proppen komt? Je bent ook een aantrekkingskracht op anderen die daarbij willen horen en die dan ook daarin meelopen. En vervolgens heb je een heel netwerk binnen de club wat een hoog aanzien heeft.
Dan hadden we sowieso meer aanzien vroeger dan tegenwoordig voor de bestuursleden of voor de bijvoorbeeld de politieagenten, gaat het niet om. Ja. Maar die mensen trokken gewoon. Maar het dwingt ook respect af natuurlijk. Ja. Omdat je weet, die club is van hun. En daar kom je dan bij. Dan hoor je, zodra je dat groen-witte shirt aantrekt, hoor je ook bij de familie. Zo is het natuurlijk ook. Hè? Dat, you're one of us. Hè? Willem, dat was eigenlijk ook merkbaar aan toen die brand uitbrak. Ja, toen zag vlak voor het jeugdtoernooi. Vlak voor het jeugdtoernooi. Dan komt iedereen. En iedereen hielp. Ja, dat is echt geweldig. De meest grote rat, Michel Has, dat ik die naam nou ineens kom, die speelde in de B. Nou, op het veld was een verschrikking, maar hij stond als eerste te verven in het clubgebouw. Maar je hebt het over familie en sfeer en dergelijke. Voor jou ging het nog veel verder, want op een gegeven moment, jij hebt zelfs aan Vios je vrouw overgehouden. Ja, dat komt eigenlijk door Hans een beetje ook. Hè? Want kijk, je komt dus ook bij elkaar thuis. Ja. Als je niet in de kantine zat en niet op school. Ja, en bij jaren geheimen ging ook bij vrienden op bezoek. Ja. Dit was je omgeving. Nou, Hans had een heel aardig zusje, Ellen. En dat ook een hele leuke vriendin, Evelien. Ik zei, joh, tegen Evelien, je moet eens een keertje komen kijken bij Fios. Hè? Of ik meespeel is nog maar de vraag van meneer Valentijn. En op een zaterdagmiddag kwam ze naar Fios. Ik weet nog de plek bij de ingang. Kan ik zeggen de uitgang. In dit geval was het de ingang. Hè, voor mij. En ik heb een uurtje met haar staan te praten. Ze had een mobiletje bij zich. En ik stond daar dan maar. En dan over ditjes en toen was het geregeld. En toen sloeg de vlam over. En toen zei ze ook nog. Ook zo mooi van die tijd. Want wij waren net ook de tijd van dat de welvaart opkwam. Hè. En dan zei ze. Ja, ik ga met jouw zusje en je ouders naar Mallorca toe. Ja. Zei Evelien tegen mij. Hè, beste vriendin van Ellen. Van je zus. Dat heb ik goed in mijn oren geknoopt. He, dus ik zei tegen Piet Fluit, ook een goede vriend, ook Fios. Ik zei, Piet, we hadden toch plannen van de zomer? Ja, Valkenburg-Limburg is leuk, maar als we nou een paar weken gaan tomaten plukken, en Piet heeft geloof ik dan wat anders vakantiewerk, krijg je allemaal lekker snel uitbetaald. Nemen we de goedkoopste vlucht naar Mallorca. Ja, wij konden dat hotel natuurlijk nooit betalen, dus goedkoop hotelletje, vlucht. En nou ja, lang verhaal kort. En ja, je moeder was een hele gastvrije, en je vader trouwens niet te vergeten ook, hè, Johan van Laar. Dus die zeiden gelijk, op Mallorca, we moeten even wat met z'n allen gaan drinken. Tuurlijk, zei je dan. Ja. Hè. Nou, en toen werd de band nog echter. Zo is nog en we zijn nog steeds getrouwd, ja, kinderen en kleinkinderen. Nou, kijk eens al. René, als we praten over bekende wat je allemaal deed bij die club. Je bent wel de man geworden van de penaltybokaal bij Fios, hè? Ja, dat was met jouw grote favoriet die ook op het Fiosterrein acte de présence gaf. Ik denk dat de kijkers heel raar opkijken welke naam ik nu ga noemen. Want iedereen had het over die tijd, Cruijff en Van Hanegem en andere grote keepers. En dan kom ik met Eddy Treitel. Ja. Maar ik zei altijd voor de gein, ik zet maar wat in voor de sociaal zwakker. Hè. Maar Treitel was echt zo'n sobere keeper. Ja, wel een geweldige keeper. Geen spectaculaire keeper. Maar ze hebben weinig keepers die voor elkaar gekregen om een mail de lucht uit te schieten. Nou ja, 15 november 1970, daar heb ik het toevallig met hem later nog over gehad. Ja, je hebt nog steeds contact. Hij is nu natuurlijk. Maar jij scoorde tegen hem? Nee, want die penaltybokaal was voor de jeugd. Oh, ja. En de eerste in 1985 was dat trouwens. Dacht ik van ja, dan moeten we met Eddy Treitel beginnen. Ja. En die was volgens mij net gestopt, dat seizoen. Want hij heeft dus natuurlijk zijn carrière afgesloten bij AZ. Ja. Want hij heeft natuurlijk een geweldige carrière in ieder geval gehad. Even pech dat hij iets minder deed. En toen kwam Pieter Saveland in Milaan tegen Feyenoord Celtic. Ja, toen werd hij gepasseerd. Ja, maar een geweldige keeper. Het internationale jeugdtoernooi mag niet ontbreken hier in dit programma. Heel bekend bij Fios. Heel veel publiek. Wat herinner jij je ervan? Want je hebt vooral een keertje ook nog meegedaan. Ja, duizenden mensen die daarop afkwamen. De hele stad praatte erover. Iedereen die iets met voetballen had, kwam naar het Fios jeugdtoernooi. Hè? Want dat waren ploegen vanuit de hele wereld. Of Europa natuurlijk vooral. Deense club, Brøndby. Laudrup speelde daarin mee, geloof ik. Brian Laudrup. Ik kreeg laatst nog een appje van Harm Prins, die in Frankrijk woont, ook bij Fios gevoetbald. Die zei, Willem, bij Canterbury, die speelde ook mee, hè? Die donkere middenvelder heeft later bij Real Madrid gevoetbald. Ze zei, nou, we can talk. Nou ja, dat vond je. Je kreeg een mooie nieuwe trainingspakken. Dat herinner ik me ook. En we deden het eigenlijk best wel goed, de eerste wedstrijden. En had je van zo'n prachtige goudse stroopwafels van Scherpen. Van Woerkom. Van Woerkom. En dan liep je zo een beetje nerveus. Hè, want je had een paar wedstrijden, ging het goed. We moesten tegen Hermes DVS. Toen nog betaald voetballen in Schiedam. Dus de jeugd. Ja. Nou, komen we het veld op. We dachten, als we deze wedstrijd winnen, is het gebeurd. Hè? Dan staan wij hier als dadelijk met die beker. Nou ja, het duurde nog geen 10 minuten. Werden
alle kanten van het veld opgestuurd. En we verloren, dacht met 4-1 of 5-1. Maar dat was wel een enorme ervaring. Hemmers DWS toen met nog Bas van Noordwijk in de goal. Ik schoot een keer op doel, maar ja, dat was een slap schot. Maar later werd die jongen, dat werd een hele bekende keeper. Nou ja, wij dus niet, maar het was een unieke ervaring. En het was niet alleen maar voetbal voor al die toeschouwers, maar ook 's avonds een groot feest. Ja. En ook dat was een giga voorbereiding, ja. Dat, maar weet je wat ook het mooiste was van dat toernooi? Begin jaren 70, wanneer dat begonnen is eigenlijk, heb ik dat als jongetje meegenomen. Ook een paar Engelsen in huis gehad die we onder moesten brengen. En bijvoorbeeld onder andere Canterbury. Maar ik weet nog de discussie van toen. Toen had je in de beginfase had je clubs, bijvoorbeeld uit Engeland. En ik vind bij een internationale jeugdtoernooi altijd Engels uitnodigen, altijd garantie voor sfeer. Maar die zaten dus op die staantribune met een krat bier tussen de wedstrijden door. En lang leven de lol. En die Engelse liederen zingen. Het was één groot feest. Maar op een gegeven moment werd in de organisatie aangegeven, ja jongens, daar moeten we een beetje vanaf. En toen zag je clubs als Brumby en dergelijke. Toen ging het niveau, clubs in België, Lokeren, toen ging het niveau gigantisch omhoog. Ja. Terwijl het in het begin natuurlijk, het was wel internationaal, maar het was van een betrekkelijk niveau, lang leven de lol. Ja. Maar dat werd alleen maar steeds beter. Ja. En wat ik wel zelf trots op ben, ik heb zelf op het toernooi meegedaan als speler. Ik ben er als trainer geweest op het toernooi. En ik heb in de organisatie gezeten. Ja. Ik had er weinig kunnen zeggen. Ja, goed, ik kan me allemaal heel erg goed herinneren. Tom Goedbloed als voorzitter, toernooicommissie, zo zijn we begonnen. Ja. Iets anders, René, met jou erover hebben. Was natuurlijk ook iets bij FIOS, vooral in de jeugd, heel bekend. Het FIOS Zomerkamp. Ja. Ja, het sportkamp denk ik was zo belangrijk dat zelfs, ik denk dat Hans het wel weet, de selectietrainingen er werden op aangepast. Zo belangrijk was het sportkamp. Ja, we hebben de meeste rare dingen meegemaakt daar, zoveel leuke dingen. Ik weet niet of jullie daar ook herinneringen aan hebben, maar eerst is het in Epe geweest, dat heb ik zomaar één jaar meegemaakt. Geweest, ja. En later werd het Ermelo dan, in ieder geval. En, wij zaten in Epe, ja Ton, jij kan het je niet meer zo goed herinneren geloof ik. Het was een grote tent, maar wij waren, er waren dan wat echt oudere mensen die pasten op die kindertjes. En wij waren 16, 17, 18 jaar, dus wij gingen s'avonds, zaterdagavond naar Epe. Binnenstad van Epe, dronken we een biertje. En dan gingen we om een uur of half negen, 9 uur dan even naar Epe Centrum toe. En zei, ik weet nog dat ik tegen Ton toen zei. Ik zei, Ton, maar jij gaat natuurlijk ook mee. Nee, zei Ton, ik ben daar fanatiek, hè. Ik moet nog even wat schemaatjes maken. Ja. Maar dan kwam hij s'avonds om 12 uur weer thuis, in die tent. En dan zat Ton nog al die schemaatjes te maken. Ik zei, Ton, dan ben je wel goed bij je hoofd. Want, ja, maar dat... Dat gaat voor. Het moet allemaal. En dat typeert zo'n club toch. Dat was de tienkamp, hè? De tienkamp. Ja. Dat is een hele allerlei spellen en dergelijke. Eilanden voetbal. Maar daar werden uren ingestopt. Dat was niet zomaar even iets van, nou ja, dat doen we dan wel eventjes. Nee, dat moest natuurlijk wel hartstikke goed kloppen. Dus. Maar ging inderdaad van tevoren vaak al een paar weekenden van tevoren slapen in zo'n tent en dan proberen alles uit te zetten. Hè? Speurtocht, dropping en dat soort zaken meer om het allemaal. Ja, perfect te regelen. Ja, joh, niemand keek er op zijn telefoontje, want hadden we niet. Maar wij gingen een dropping doen. Ja. En ze wisten, als we bij elkaar zitten, komen we nooit thuis. En dat was ook zo. Want volgens mij zaten ze s'morgens al van, oh, we zitten in de groep van René Makaar, laten we vast wat extra brood meenemen. En dat was ook zo, want ik was 6 uur thuis. Op een gegeven moment zeiden ze van, nou, die gaan we bij elkaar zetten, want dat wordt wat. Maar daar heb ik ontzettend... Weet je nog, als er een nieuwkomer kwam, ook in de begeleiding, dierengeluidenspel, moesten die kinderen die dieren al lopen. En er stond op een kaartje bij wie ze dan moesten zoeken. Ja. Nou, daar gingen er niet meer mee. Maar die naam stond helemaal niet op het kaartje. Dus die hadden aan het einde van de avond geen kind gezien. Dus die hadden daar van Joop in het bos gezeten. Die zat de hele avond te kwaken voor niks. Een leider bij was, die zat ergens midden in het veld met... Met koeien en die zat een koe na te doen. Die zat te loeien, toen kwam er een man zijn hond uitlaten. Hij zei, wat ben u aan het doen? En ja, ik speel voor hond. Nou, die man is met die hond gaan wandelen. Die is even teruggekomen. Zijn psychisch niet goed. Nee, die is niet in orde. Maar ja, Ton, het is toch ook een club geweest met wel hele goede voetballers. Hè? Ja. Ik bedoel, Karel Waanders en Wim van Laar niet te vergeten. Nou, hè? Ik heb nog nooit iemand gezien die zo goed kan koppen. Hè? Maar ja, de club maakt ook inderdaad vanuit de vierde klasse, in een luttel aantal jaren achter elkaar kampioen geworden naar de top van het amateurvoetbal. Dat waren toch de gouden jaren. Ja. Daar praten we dus over midden jaren 70, denk ik dan vooral. Ja. En dat was een echt Fios team ook, hè? Ton, waar jij in zat, Paul de Lange, Paul de Lange was het hele. Wout Pronk. Ja, Wout Pronk.
Ja. Maar ook de jeugd mee met uitwedstrijden in de bus, ja. Hè, en dergelijke. Jeugd die er op een gegeven moment erachter stond te zingen en dergelijke. Ja. Nou, dat las ik nou van dat viools van heel vroeger. Dus in de jaren 30, we hebben het over, hè, zo lang geleden. Daar stond, viools speelde toen ook even in het Zuiderpark. Ja. Hè, voordat ze allemaal naar de Denenstraat weggingen. Moerweg of zo. En dan, ja, Moerweg ook. Maar er werd altijd gezegd, ja, de clubs in het Zuiderpark vonden het altijd heel fijn dat viools daar ook voetbalden. Want er kwam heel veel publiek. Ja. Dus dat had je... He, dat had je toen in die tijd ook al. Er werd tegen viools eigenlijk best wel een beetje opgekeken. Ik weet dat goede voetballers en misschien heel veel bekenden die ze, vrienden die ze hadden. Dat is geen klein clubje geweest in de jaren 20, 30. Nee, ook en daarna zelfs, dat weet ik nog wel, de periode waar ook René binnenstroomde binnen de jeugdafdeling. Een hele grote jeugdafdeling. Hè? Ik bedoel, je had inderdaad soms al 10 pupillenelftallen. Je had, ik weet niet hoeveel C-jeugd, B-jeugd, ook 4A-elftallen. Nou, dat was echt een... Gebroeders Tap. Ja, ik heb even de geschiedenis zitten lezen. Ja. Nederlands elftal. Klopt. Ja. Karel Jansen, senior. Ja. Ook bij ADO later natuurlijk heel bekend. Ook Vios. Dus het heeft wel wat voortgebracht. Maar de club hebben het altijd eigenlijk best wel moeten knokken voor zijn bestaan. Hè? Want ik bedoel, ik heb gelezen dat ze maar liefst 10 keer verhuisd zijn in dat hele bestaan. Dus ja, dat las het is ik wel ook, een club die elke keer weer, dat stond mij ook wel aan, er bovenop moest Daarom was die Denenstraat weg. Ja. In 1955, las ik, kregen ze dan dat bericht. Ja, dat werd natuurlijk met een enorm gejuich ontvangen. Want ja, dat was de plek. Alleen ja, met die Hagen moesten ze het een beetje delen. Maar goed, kun je je herinneren, die kantine. Want dat was eigenlijk een beetje een oude standtent, volgens mij. Van hout en allemaal met, van die trottoirtegels op de vloer. Toilet buiten. Als de mollen aan het werk gingen, dan kwam de vloer omhoog. Dat, toen... Toilet inderdaad buiten, ja. Ja, de witte standtenten. Maar ja, die wijk eromheen, die groeide en bloeide. Ja. Dus kinderen genoeg die naar Vios gingen. En al die clubs, VCS, Lens, dat zijn toch ook... Hè, de GDS, Celeritas, dat instituten natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ja. Ja, zeker weten. Goed, en ja, dan op een gegeven moment bestaat de club, dat was ook 75 jaar. Ja. Herinner je nog een beetje dat jubileum? Dat werd er gevierd dan al in de nieuwe kantine, zou ik maar zeggen. Ja, 1989, 75 jaar bestaan. De muur viel en viel zat ze. Toen was dat het laatste jaar van Hans als trainer, als jeugdtrainer bij Vios, kan ik me nog goed herinneren. En dat was inderdaad met bekende artiesten, want er werd wel aardig uitgepakt toen. Hoor. Ja. Dat was onder voorzitterschap van Ben Giebe trouwens toen, die ons helaas ook veel te jong is ontvallen. En... In Camerina, Harry Touw, noem maar op. Ja, het was echt een feest, hoor. De broers Grunolds, die verzorgden de muziek. Ik geloof dat er geen noten kon lezen, maar ze speelden alles. Dat is ook knap, hè? Ja. Dat is toch de gezelligheid ook. Ja. Dat, en Harry Touw, die praatte die hele avond op een geweldige manier naar elkaar. Toen heel bekend op tv ook, hè? Ja, Bak aan de Bar, inderdaad. Ja, was dat vooral. Je zou de kinderen van nu, natuurlijk hebben die ook leuke clubs en zo, maar die gun je dit toch ook wel, hè? Eigenlijk dat je zoveel uren... Ja. Je had ook uren de tijd. Ja, je moet het in de tijd zien. Ik denk dat je het niet meer kan vergelijken nu. Dat is niet meer te doen. Maar goed, dan heeft Vios toch ook nog, dat is inmiddels alweer 10 jaar geleden. De club bestond niet meer. Hè. Ze hadden zo verschrikkelijk graag dat eeuwfeest willen vieren. Ja. Ja. Dat is op een gegeven moment de club niet gegund. Dat was natuurlijk heel jammer, denk ik. Maar dat geldt voor meer clubs die tussentijds zijn gesneuveld. Maar er was wel een reunie die... Op het oude complex, met medewerker toen van BMT dat er zat. Ja, dat was toen ook een drukte van je welste. Ja, nou dat was zeker druk in ieder geval. Ja. En een heel druk programma kan ik me herinneren, Hans. Want jij zat ook in die commissie toen. Ja, ik vond het fantastisch. Toen werd er eigenlijk gezegd van, dit is toch wel het hoogtepunt. We gaan nooit meer een reunie doen. Maar je merkt toch aan de mensen om je heen van, ja, wat zou het weer leuk zijn. We gaan die weer zien en die weer zien. Ja, vandaar dat weer het idee is van, er moet toch wel weer een reunie komen. Niet zo grootschalig als er geweest is. Nou, we hebben onze eerste vergadering gehad, hè? Of tweede vergadering van de week. Nou, een half uurtje stond het op de agenda. Ik geloof dat we 3,5 uur vergadering. Maar het ene verhaal na het andere natuurlijk. Meer anekdotes die verteld worden. Ja. Maar goed, in ieder geval, er is nu gezegd, het moet weer gebeuren. 1 juni gaat het gebeuren, weer bij BMT, de dag... waarop de club normaal 110 jaar zou hebben bestaan. Maar goed, je hoort in de wandelgang al heel veel mensen die er graag naartoe willen. Maar ja, ze moeten zich wel even aanmelden, René. Ja, daar is niks in veranderd trouwens. Nee. Ook bij Vios niet, dat je op het laatste moment mensen nog moet benaderen.
Ja, ik zou zeggen, ik weet niet waar de camera is, maar in ieder geval... Kijk Tom maar aan, joh. Ik kijk Tom maar aan. Ja. Maar Viossers, met dat groen-witte hart, kom 1 juni 2024 naar de club toe, want het wordt een feest der herkenning, zoals Willem. Ja, en dan hebben al tientallen mensen zich aangemeld. Ja. 20, 30 mensen hebben zich al aangemeld. Ja. Nou, op naar de 70, 80, 100. Ja. Als ik het zo om me heen hoor, dan wordt het heel erg druk. Ja. Nou, wat dat betreft zie je, de oude leden tegenwoordig alleen nog vaak maar bij begrafenissen, crematies. En dan wordt er heel vaak gezegd, er moet weer een reunie komen, want we zien elkaar zo weinig. Want ja, je hebt nu geen locatie meer waar je, zoals oude verenigingen, waar de ouderen zich nog wel eens kunnen laten zien. Het is ook een beetje zo de tijdgeest. Het is niet allemaal even vrolijk wat je in de wereld om je heen ziet. Nee. Dat is ver gezocht misschien wat ik nu zeg. Maar ik merk ook aan leeftijdsgenoten, ja, die tijd van toen. Je kan praten wat je wil. Natuurlijk is het een beetje nostalgie ook. Ja. Maar het was wel een verdomd mooie tijd. Hoor. Die jaren 70, 80. Hè. Dan mag toch geweldig. Daar moet je over blijven praten. Ja, ik vind dat echt. Het is een verschrikkelijk mooie tijd geweest. Maar het is ook zo dat na die periode ook anderen bij FIOS daar ook een hele mooie tijd hebben gehad. Tuurlijk. En dat zijn dan weer generaties na ons. En juist dat soort jongens, die kunnen ook nu hun oude elftal bij elkaar trommelen. Ja, die hebben weer andere kennissen. Maar het is helemaal niet verkeerd om bij een reunie een groepje ouderen, een groepje middenleeftijd en een groepje jongeren, die allemaal de eigen weg zoeken met de eigen connecties. Dat is voor iedereen wat wils. Nou, dan is het leuk ook dat bijvoorbeeld de hele elftallen zich gaan aanmelden. Zoals bij Jeffrey Walter dat geval is. En Rob Giebe vaak met zijn B1-team. Die nog ieder jaar weg. Maar Rob kan wel babbelen. Ja. Hè, dus die komt wel dus met. Dat komt wel, komt die wel babbelt iedereen er binnen. Er is niks veranderd, joh. Nee, maar zo zou ik meer elftallen oproepen van vroeger. Joh. Ja. Nou goed, we kunnen wat dat betreft nog heel lang over doorpraten. De tijd die dwingt me om te zeggen dat we gaan afsluiten. Ik dacht dat we net begonnen waren, Tom. Jullie drie zijn sowieso aanwezig op 1 juni. En inderdaad is de oproep aan de oude FIOS. Als je tallen niet, maar meld je ook definitief aan. Want dan weet je ook de organisatie waar ze aan toe zijn. Mag ik nog even het e-mailadres doorgeven? Ga je gang. Dat is fios110@outlook.com. Mag ik even herhalen, want het is ingewikkeld, hè, dit. Ik herhaal. Wordt een dagje ouder. soort NS. fios110@outlook.com. Nou goed, daar heb ik prima aan voldaan. Jullie zijn zeker dan aanwezig. Ja. Beetje oude koeien dan weer lekker uit de sloot halen. Hele we hebben nu ook wat anekdotes verteld en we kunnen er heel nog lang over praten. Ja. René, Wim, Hans, bedankt voor jullie aanwezigheid. Ja, bedankt. Thuis weer bedankt voor het kijken. Dit was Haarlanden Voetbal Midweeks. We zijn er weer volgende week. Graag tot dan.